Goedemiddag, welkom bij Nieuwe Ups & Down. Wij zijn onderweg. Wij zijn onderweg naar Inge. Daar gaan we het hele weekend zitten en hangen en doen. En ik heb hier nog een stukje brood. Ik had de kinderen brood gegeven. Dus ja, daar zijn we nu naar onderweg. En ja, we zien wel hoe het loopt. Ze zitten achter allemaal aan de tablet, want ze waren elkaar allemaal gek aan het maken. Dus ja. Niels is vanochtend nog met Jordi naar school geweest, want er was vandaag een feestdag op school en Jordi had op een gegeven moment wel gehad. Dus toen is hij naar huis gegaan, hebben we de auto ingepakt en daar zijn we onderweg. Dus ja, nog even een stukje rijden. Nou, we zijn al een tijdje hier. Mm-hmm. En Sam is niet zo lekker, hè? Dus daar moeten we dadelijk antibiotica voor gaan halen. En dat wordt dus allemaal geregeld. Maar we hebben een tijdje terug, waren wij in de stad. En als je onze vlogs volgt, dan weet je wat we hebben gekocht. Want, Jinte, wat mag jij niet? Gluten. Jinte mag geen gluten. Dus wij hadden glutenvrije pepernoten gekocht voor jou. En die ga jij nou reviewen of ze lekker zijn. Dus of Van Delft lekkere pepernoten heeft. Mm-hmm. Dat is wat we gaan testen. Ja. Welke wil je eerst? Die. Nou, proef maar. Mag ik ook eentje proeven? Mm-hmm. Ja? Want dan kan ik ook reviewen. Ze zijn heel erg brossig, mm-hmm. Heel luchtig, wel wat hard, mm-hmm. Om ze door te bijten. Ze zijn niet vies. Mm-hmm. Ben je het ermee eens? Ja. Ja? En nu? Nu gaan we die doen. Ja. De bruine en de witte. Ja, moeten allebei. Ik doe alleen de bruine. Ja? Eigenlijk hetzelfde als deze, ja. Maar dan met een chocoladesmaakje. En wat zachter. En wat zachter. Maar ik vind deze wel lekkerder. Mm-hmm. Zou je deze helemaal op kunnen eten? Nee? Maar vind je ze ook lekker? Mm-hmm. Ja, je vindt ze wel lekker. Moet ik ook proberen? Nee, deze niet. Ik heb daar nog een andere zak voor je. Maar zijn deze lekkerder als van de Albert Heijn? Ja, wel lekkerder? Mm-hmm. Dus deze zou je wel vaker willen. Is goed dat ik dat weet. Deze zouden we ook nog in de fles doen. Wil je die ook nog? Mm-hmm. Wil je die nu proberen? Ja, maar ik heb ze al een keer geprobeerd, maar ik wil niet. Nou oké, dan doe je nog een keer. Dan gaan we die ook nog even reviewen. Mm-hmm. En zo dadelijk ga ik nog even met jouw grote broer even andere pepernoten reviewen. Ja. Ja. Die hè, de M&M's. Ja. En het is nog van Pasen. Mm-hmm. Van vorig jaar. Ja. Maar nu heb ik ze vandaag gekocht. We gaan ze niet allemaal proeven, toch? Nee, wij zien ze wel allemaal uit. Hoeveel zijn het er? Er zitten er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 in een zakje. Hoeveel kost een zakje? 3 voor 1. 3 voor 1 euro? Ja. Oké. Okay. Dan doe maar openmaken deze. Welke kleur ga jij doen? Dat weet ik niet. Geef mij maar een kleur. Dan kunnen we kijken of het hetzelfde is. Oké, okay, ga ik die doen. Dus ik heb de groene. En ik heb de roze. Het zijn gewoon chocolade eitjes. Ja.
Met M&M's erin. Er zitten M&M's in. Ja. Wel lekker eigenlijk. Toch? Ja. Ja. Zal ik ook een proberen? Dat is wel heel lief dat je broer eentje laat proberen. Ik heb toch ik kan, niet, ik kan het niet geven, anders geef ik het wel. Weet ik, schat. Lekker? Moet je ja of nee zeggen? Ja. Ja, is lekker. Ja, hebben we die ook gereviewd? Nou, dan ga ik zo die en gewone pimpelen. Oh ja, oh ja. Moest je nog even laten zien wat Jinte gekleurd had. Pingwings. Wil je ook even uitleggen waarom het pingwings zijn? Omdat het mijn lievelingsdier is. Ja. En ik heb nog een andere tekening. Daar was je nog mee bezig, hè? Ja. Tada! Ze zijn wel heel erg leuk. Ja. Ja. En dit zijn ook hele bijzondere pingwings. Ja? Ja. Kijk. Ja, want weet je waarom ze bijzonder zijn? Ze worden door Jinte getekend. Gekleurd. Kijk. Hierdoor zijn ze bijzonder. Ja. Door de kleuren. Ja, klopt. En ik heb deze. Je hebt deze getekend. Dat is ook heel knap. Ja. Dus, ik heb nog veel meer. Ja, maar wij gaan zo dadelijk nog de gewone pepernoten reviewen. Hè, Julan? Dus dat. Nou, jij gaat de rest allemaal opeten, hè? Ja. Wat zeg je? Hij is nog wel met drie kinderen blij. Ja, dat klopt, maar dat zijn al mijn kinderen als ze ziek zijn. Dat is het nadeel. Dat is een betekend beeld wat ze dan geven. Maar goed, hier zitten we met Julan. En we hadden ook gewone pepernoten erbij gekregen. Dus ja, die moeten natuurlijk ook getest worden. Mooi. Ze smaken wel anders dan de gewone pepernoten van de Action. Ja, iets harder. Ja, klopt. Ze zijn iets knapperiger. En de pepernoten smaak, zeg maar echt de speculaas smaak, ja. Die proef je wel, maar die is wel veel zachter als wat je gewend bent. Ja. Ja. Dus al met al lekker. Zou je het meer eten of denk je van ik heb toch liever die van de Action of zo? Alles doet niet uit. Maakt jou niks uit? Nee. Nee, jij eet alles. Dat is ook niet helemaal waar, maar... Hij eet het meeste. Klopt. Maar goed, in ieder geval is dus ook weer getest. Niet slecht, maar ik denk dat er meer smaak aan zit dan die van de Action. Ja. Dat dan weer wel. Een hele goede avond. We hebben eigenlijk een hele drukke dag gehad. Ik ben met Inge gaan winkelen. En ik heb ook geen puff gehad om te vloggen, want we hebben vannacht bijna niet geslapen. Want Sam heeft een koortsstuip gehad. En daar zijn we eigenlijk mee bezig geweest. En ja, dat. En Jordi vond het ook niet tof om te slapen. Maar ja, we gaan het gewoon zien hoe het vanavond loopt. Hey, goedemorgen. Wij waren al vroeg wakker. En we hebben vannacht ook vrij weinig geslapen. De heren wel, die hebben hier op de bank gelegen. Maar wij niet, wij zijn met de kinderen bezig geweest. Maar we waren net even naar de winkel om even een paar boodschappen te halen. En ja, wij zijn samen, dus dan moeten we iets testen. Ja. Dus wij hadden deze bij de kruidvat gevonden. En wat zit erin? Salted caramel, de classic Kit Kat, de Kit Kat White, de peanut butter. Die weet ik niet lekker. Weet ik niet. En de hazelnoot. Ik denk dat ik het niet lekker die vind. Doe maar eerst die wat was het? De groene. De groene? Ja. Gaan we gewoon ieder gewoon een halve doen of andere? Ja. Dat we hem... Nee, dat is geen groene. Deze is geel. Wacht nou. Dit is de classic, die hebben we al. Die hebben we ook al. De
We gaan ze gewoon allemaal testen. De witte zijn er 5 soorten. Ja. Bruin, hè? Check. De salted caramel lijkt mij het smerigst. Zullen we eerst gewoon de vieze doen? Dan kunnen we Dan doen we het zo. Oké? Ja. Ik denk dat de pindakaas het erg vindt. Oké. Okay. Ondertussen hebben we hier publiek. Je hoopt dat de pindakaas vies is, dat hij hem vies vindt, want hij houdt van pindakaas. Ik proef nog een pindakaas. Nee, ik proef wel pinda's, maar geen pindakaas. Het zouten van de pindakaas. Peanut butter. Ja. Ik dacht dat het maar zo'n vieze pindakaas smaak aan mag. Ja, maar dat is niet. Nee. Is het, meer, het is meer alsof je Nutella met pindakaas doet, zeg maar. Maar dan heel licht pindakaas. Zoiets? Ja. Vluchtje pindakaas. Hij is niet vies, maar ik zou hem niet kopen. Nee, aan een heel pak is hij niet lekker. Nee. Nou hebben we de salted caramel. Jij bent pindakaas, Marianne. Jij. Okay. Oké. Oh, dit hier twijfel ik zo, hè. Dit vind ik echt niet lekker. Lekker. Nee. Kun je hem opeten? Nee. Nee, dit is gewoon echt niet mijn ding. Nee, mijn ook niet. Het smaakt wel haast naar koffie of zo. Ja, met een... Oh, ik heb nou zout in mijn mond. Maar die zout is niet erg. Nee, maar die karamel. Nee, nee. Nee, pindakaas. Vind je die lekker, pindakaas? Ja. Ja? Dan hebben we de white. Ja, maar nou het is pindakaas, fan. Die smeert op alles pindakaas. Ja, oké. Okay. Nee, is... Vind jij hem trouwens naar pindakaas smaken? Klein beetje. Oké. Okay. Die salted, of die salted caramel ook niet kopen? Ja. Nou, hier word ik dan weer wel blij van. Ja, we moeten een pure variant uitbrengen. Zitten we er niet in, hè? Nee, die zitten er niet in, maar die hebben ze volgens mij wel. Dat vind ik dan mij niet bijzonder. Maak hem op, proeven. Dadelijk. Oké. Okay. Heb je die blauwe al geproefd dan? Ja. Is die lekker? Die is vies, hè? Dat is wel de caramel. Ja. Jij mag dadelijk ook nog proeven, ja? Ja. Nou, deze witte vind ik ook niet bijzonder. Nee, hij is niet bijzonder, maar hij is wel beter als de rest. Ja. Het is echt, voor mij is de salt caramel. Volgens mij is het rijtje wat hier zo lag zo op. Nee, hadden, dat was prima. We hebben eerst de peanut butter gedaan. Oh ja. Nou, eerst de salted caramel, dan de peanut butter en dan die witte. Ja. Zo is het rijtje ook wel echt, tot nu toe. Ja. Oh, dat is met nootjes. Ja, hazelnoot. Ik snap niet waarom ze de leien naar dit gaan van. Je proeft de hazelnoot. Ja, heb je toch een lion idee? Nou, vind ik dan weer niet. Ik is heb dat meer het. Normaal? Ja, ik vind dan weer dat dit meer de. Dit is dan echt hazelnootpasta. Wat dat idee. Hazelnootpasta. Ja. Maar ook niet dat ik denk, oh, lekker. Nee. Zouden we dan toch bij de classic blijven? Ik denk dat ze gewoon niet moeten veranderen. Of zoals het hoort. Gewoon zo laten. Ik was gewoon heel nieuwsgierig naar, maar die nieuwsgierigheid is wel weg, kan ik denk vertellen. Ik denk dat we een hele zak uitdeel aan de kinderen. Ja, dat denk ik ook. En dat wij de classic houden. Ja. Wat is de classic? Oh, hè? Dat is deze. Ja. Dat is toch beter. Gewoon de classic kopen. Niet deze zak kopen, gewoon een klasje kopen. Ja. Veel lekkerder. Of uitdelen aan de kinderen. Ja. Dus roep je broers maar. Ja. Oké. En dan kan je ook met mee. Wat? Over PlayStation. Oh.
We hebben ook nog iets om te proeven. Want Jinte, die mag natuurlijk. Die mag geen. Die heeft de brandnetel van. Oh, echt? Jinte mag natuurlijk geen gluten en in die KitKat zit de gluten. Maar ze mag wel marsepein en we hebben het nagekeken, dit mag ze dan weer wel. Wil je deze pakken? Nee, ik heb pijn. Ik ben ook benieuwd hierna. Niet lekker? Wel lekker. Niet lekker. Hè? Niet lekker. Niet lekker. Je proeft wel. Geef maar, ik vind het niet lekker. Je proeft wel alcohol. Snap al waarom het niet lekker vindt? Nee, ik snap hem ook. Mag ik ook? Nee. Je hebt net kut gehad. Jij ook hoor. Ja. En waarom dan ik niet? Oké. Okay. Dan ga ik even heel ouderwets klinken. Wij zijn de ouders en wij kopen dit allemaal zelf. Ja. En je hebt niks te zeggen. Echt wel. Echt niet? Echt wel. Echt niet? Echt wel. Je krijgt niet. Als wij beslissen dat je niet krijgt, krijg je niet. Nu mogen ze mijn koelen naar de volwassenen opzetten. Ja, vind ik ook. Want die zit echt wel, er staat op bevat alcohol. Ja. Maar normaal is het niet zoveel als wat je proeft. Nee. Nee. Maar ik snap wel dat je het niet lust, Jinte. Maar goed ook. Ja. Zo houden. Ja. Ja, tot je 50 het niet lekker vinden. Gewoon niet eten. Volgens mij is het Jordi alles te slow. Geen idee, ik ga even kijken. We zijn weer onderweg naar huis. We hebben het leuk gehad. Zeker. Alleen weinig geslapen. Dat is wel wat we hebben gedaan. Veel voor kinderen gezorgd. Want Jordi heeft veel buikpijn. En Sam heeft een ontsteking. Dus... ja, dan ben je toch ook ouders op de eerste plaats. Vrienden, maar ook ouders. En we nemen de taken van elkaar dan op over. Dus het komt helemaal goed. We zijn nu onderweg naar huis. Kinderen naar bed doen. En dan vervolgens alle spullen opruimen. Inmiddels zijn we thuis. En liggen alle schatjes lekker op bed. Ik ga jullie even ergens in meenemen. Wij waren vrijdagavond dus daar, of vrijdagmiddag waren we daar aangekomen. En het ging eigenlijk allemaal wel oké met Sam. Maar op een gegeven moment, s'avonds begon hij steeds meer zeurderig te worden. En we hadden zoiets van, ben je nou moe of niet? En ik vond hem eigenlijk toch wel heel erg warm. En zijn oor begon steeds meer zo te staan. En inmiddels, als je me langer volgt, dan weet je dat ik inmiddels wel ervaring heb met oorontstekingen. Dus ik zei al gelijk tegen Inge en tegen Niels en tegen Emiel. Dit is een oorontsteking en als we hier vandaag niks aan gaan doen, ik zeg dan hebben we morgen een probleem, kunnen we naar huis. Dus ik heb de huisartsenpost gebeld in Twente. En ik heb ook duidelijk uitgelegd waarom dat ik denk dat het oorontsteking was. Dat ik 3 kinderen heb die allemaal oorontsteking gevoelig zijn. Dat Jordi buisjes heeft. Liam die gaat binnenkort naar de KNO-arts, et cetera. Dus ja, alles uitgelegd. En zij heeft het overlegd met de huisarts. Want zij was van mening dat hoe ik het beschreef, et cetera, wat ik dus aan hem zag. En koorts en dat soort dingen. Vond zij eigenlijk wel dat dat kijken niet nodig was. Want ze zei ook, ze zegt van je vertelt het zo duidelijk. En je weet gewoon precies ja, wat je moet doen, et cetera. En je hebt gewoon de ervaring. Ik heb wel echt een half uur met diegene aan de telefoon gezeten van hoe en wat. En toen is ze gaan overleggen met de huisarts. En de huisarts die zei ook al van, ja, dit klinkt gewoon als zo'n ervaren moeder met oorontstekingen. We schrijven gewoon antibiotica voor. En toen heeft hij 's nachts een koortstuip gehad. En zijn oor waren ook, 1 oor was gewoon echt vuurrood. Aan de achterkant ook zit ook een hele bult. Aan deze kant begint hij ook te komen. Dus ja, die nacht heeft hij een koortsstuip gehad. Hij had al wel paracetamol en alles op. Maar blijkbaar is dat niet voldoende geweest. Want hij had dus ook al de eerste antibiotica gehad.
Blijkbaar is dat niet voldoende geweest en heeft hij een koortsstuip gehad. We hebben daarna gelijk een zetpil gegeven en et cetera. En ja, dat heeft nog wel impact gemaakt op iedereen natuurlijk. En ik weet, mijn kinderen zijn daar gewoon enorm gevoelig voor. Dus ik probeer dat altijd voor te zijn. Omdat bij hun is altijd van 0 naar 1000. Dus er zit niks tussenin. Dus het is of je krijgt alles of je krijgt niks. En ik ben daarom ook altijd heel adequaat. En dat heb ik ook uitgelegd aan die assistenten, et cetera. En ja. Dus dat. De volgende dag. Toen had hij de ergste koorts al wel weer gehad. En hebben we gewoon zijn antibiotica gegeven. En zijn paracetamol, et cetera. En het ging eigenlijk aan het einde van de dag. Zag je gewoon dat hij zich al beter voelde. Toen heeft hij de nacht eigenlijk, ja, hij is wel een paar keer wakker geweest, maar niet zo als het was. Hij had ook absoluut geen koorts. Dus dat betekende dat de oorontsteking, die zit er nog wel en die doet nog wel pijn. Maar de antibiotica doet echt zijn werk. En vandaag eigenlijk, want hij wilde ook niet meer eten vrijdag en zaterdag, gisteren ook niet echt. Maar vandaag heeft hij weer gebunkerd als normaal, dus... Het kind is weer op en top. En ik ga morgen ook bellen naar de huisarts voor een KNO-afspraak voor na te kijken. Want het gebeurt te vaak. Bij Sam ook. Voor Liam hebben we binnenkort een afspraak. Maar voor Sam moet ik nu ook wel even gaan handelen. Ik vind ook dat het te vaak gebeurt nu. Dus ja, daar ga ik morgen een afspraak voor maken. Dan heb ik nog geshopt. Want... Oké, ik ben dan wel mama, maar Niels is papa. Dus Niels die was bij Sam, Liam en Jordi samen met Emiel. En de rest van de bubs en ik en Inge hadden even shoptijd nodig. Of hoe je het ook wil noemen. En die shoptijd die houdt in gewoon lekker kletsen en ondertussen een aantal winkeltjes afstruinen. En in dit geval zijn we naar Duitsland geweest. We wonen dicht bij de Duitse grens. En... ik heb wel wat dingetjes gekocht. Ik niet alleen hoor, zij ook. Maar in dit geval ik. Ik heb ook wel wat voor Jinte gekocht. Ik heb wat voor Nout gekocht. Ik heb wat voor Julan gekocht. Ik heb wat voor Martijs gekocht. En ik, ja, iedereen is verwend bij ons. Ook vanuit Inge na mijn kinderen. Dus daar doe ik geen shoplog van. Dit is gewoon puur wat ik... gekocht heb in Duitsland, exclusief zeg maar, exclusief de boodschappen die we daar hebben gebruikt, et cetera. Maar ja, dit is dus wat ik mee heb genomen naar huis. We beginnen met een broek. Deze is voor Liam. En die kun je ook gewoon lekker nog oprollen, dus daar kan hij ook langer mee doen. Dat vond ik wel heel erg leuk om te zien. Ik heb dezelfde broek, maar dan een maatje kleiner, heb ik voor Simmy. Dan heb ik ook nog een broek. Welke winkels we zijn geweest? We zijn bij een aantal winkels geweest. Kaufland zijn we geweest. We zijn bij... niet de Kik, maar een andere winkel. We zijn bij verschillende winkels geweest in ieder geval. Ik weet echt niet hoe ze allemaal heten. Het zijn zeg maar met vergelijking een soort van Vibra-achtig iets. Maar misschien iets betere kwaliteit. Ik weet niet precies wat voor winkels hoe ze heten. Maar in ieder geval, ik ga eens even kijken op kaartje. Die heb ik er nog in zitten. De NKD zijn we geweest. En we zijn bij Taco geweest. Als ik gewoon op de kaartjes had gekeken, was niks aan de hand geweest. Maar in ieder geval, het is random. Ik weet niet precies waar ik wat heb gehaald. Maar goed, hè. Deze joggingbroek voor Jordi. Ik vond hem wel helemaal geweldig. Dit shirt. Ik heb deze twee keer. Eentje voor Liam en eentje voor Sam. En ik vond het wel grappig, want hier zit een zakje in. Dus deze heb ik gekocht. Deze is hetzelfde. Dan heb ik
deze nog voor Sammy gekocht. Vond hem wel bij Sam passen. Dan heb ik deze voor Liam gekocht. En ja, ik heb ook iets voor mezelf gekocht. Ik vond dit zo geweldig. Ik zag deze. Dit is een jurkje. Daar doe je gewoon een leggingje bij aan. Zo. En met leuke boots. En ja, die heb ik gekocht. Dan heb ik ook deze nog. Voor bijvoorbeeld op een joggingbroek. Of onder mijn... tuinbroek. Dat. Dan heb ik deze voor Niels gekocht. Maar als Niels hem niet aandoet, trek ik hem aan. Sst. Deze. Ik vind dat sowieso een mooie kleur. Zo. Ook wel geelachtig. Vind ik leuk. Dan hebben we deze vest nog. Liam kan hem nu nog aan. Maar Sam past hem ook al bijna. Dan heb ik deze broek voor Jordi gekocht. Dan heb ik dit shirt voor Jordi gekocht. Deze heb ik voor Liam gekocht. En daar horen deze shirts bij. Deze en deze. Dus dan heeft hij leuk een pakkie. En dan heb ik voor mezelf een joggingpak gekocht. Deze. Gewoon grijze, simpele joggingpak. En dan gewoon dit is de broek. En dan heb ik voor Niels heb ik twee broeken gekocht. Niels die houdt niet zo van spijkerbroeken. Daar heeft hij eigenlijk echt al een ekel aan. En hij vindt het net als Jordi... fijn met touwtjes. Alleen Jordi vindt het fijn omdat het dan niet te strak om zijn buik zit. Niels vindt het gewoon fijner. Maar in ieder geval een soort van utility-achtige broek met zakken. En die heb ik nog eentje in het grijs. En dan, wat heb ik dan nog meer gekocht? Deze voor Joef. En deze heeft ze al aangehad. Als het lekker koud is, dan ze bibbert zoveel. Ja, dat is wat ik gekocht heb. Ik heb voor Liam, en deze heeft hij al gebruikt, potloden en een kleurboek. Die heb ik gekocht. Deze heb ik ook voor Liam gekocht. Misschien of voor Sam. Ik weet het niet. Dit gaat gewoon in mijn... mijn stash. Hier kun je zeg maar mee sleutelen. En op dit moment is Liam daar compleet van. Dus ja, dat. Deze beker, 360 graden beker. Deze bekers van Nuk zijn echt heel fijn en niet duur. Liam drinkt daar al uit. En ik wil Sam er ook uit hebben drinken. Dus ik heb deze. Liam heeft een andere soort. Dan hebben we deze. Dit is ook voor te sleutelen. Waar heb ik deze eigenlijk gekocht? Hoe heet die winkel? Staat er niet bij. We zijn nog bij een... Ja, het was geen Action. Maar het was zeg maar een combinatie tussen Action meets Vibra meets... Eigenlijk van alles wat, behalve dan echt de kleding, zeg maar. Het was meer, want deze heb ik daar ook gekocht. Ik weet even niet, hoe heet die? Teddy. T-E-D-I. Teddy. Ja, die hadden echt wel leuke spullen. Deze heb ik daar ook gevonden. Dit is een one cup. 1/4 kop. Cup. Een halve cup. 1/3. Ik zit heel vaak, zeg maar, dan... krijg ik Amerikaanse recepten, zeg maar, tot mij. En dan one cup. Wat is dat? Dus ja, vandaar. Deo voor Niels. Ik vond deze wel heel lekker ruiken namelijk. Ja, ik haal meestal als ik bij Inge ben. Of mijn moeder gaat naar Duitsland. En ik denk eraan. Ik denk er niet altijd aan namelijk. Deze is zo lekker. Dit is gewoon echt de beste...
mosterd, vind ik. Hier word ik gelukkig van. Niet om hem zo op te eten, maar gewoon lekker bij de wortelstamp. Of als je je vlees ermee bakt of wat dan ook. Meestal gebruik ik dan de goedkopere versie, maar deze zijn gewoon lekker. Dus vandaar. Ik had deze lepel gevonden. Ik denk dat is ideaal, want Jordi die eet regelmatig rijst in plaats van macaroni. En dan moeten we afgieten, et cetera. En het is dan maar net een handje en dan kan ik het zo... Of als ik iets anders heb. Ik denk dat is wel handig. Of als ik van een salade heb waar heel veel vocht in zit, kan ik het afgieten. Dus dat. Dan heb ik ook nog de spoons. De 1 teaspoon en deed ik het. Dat. Dat is ook wel heel erg fijn. Dat had ik ook niet. Dat wilde ik ook heel graag hebben. Al langer zelfs. Dan heb ik nog uitwasbare stiften. Voor met Liam te gaan klooien. En van die monsterpotloden. Liam moet meer... meer fijne motoriek, et cetera, gaan doen. Dus vandaar. En ik kwam deze tegen. Dit zijn... Duits. Klebeetiketten, sticker. Voor op mijn glazen potten. Had ik bedacht. Ik moet alleen nog een keer zo'n witte stift regelen. Maar hey, hè? En dan had ik deze ook nog voor een van de kinderen. Of als iemand bij mij komt of ik moet een cadeautje hebben of wat dan ook, dan heb ik iets. Deze heb ik ook gekocht. Deze had ik ook nog een andere soort voor Liam. Maar die heeft Liam in zijn tas zitten en die heb ik nog niet uitgehangen. Die heeft een ruimteschip en dan heb ik deze ook nog voor of Liam of Sam of in ieder geval, ik vind ze leuk. En Liam vindt ze ook leuk. Dan heb ik ook nog deze voor in de douche. De kinderen spelen nog graag in de douche. En ja, een keer iets nieuws, zodat ik iets anders kan, omdat vies is en hoor is, kan ik deze van vervangen. Dan deze. Stracciatella. Muffins. Lekker. Maar Liam vindt dat ook lekker, dus dan kunnen we daar een keer snoepen. En natuurlijk, in Duitsland heb je altijd... flink veel van alles. Dus ook dit. Deze kwam ik tegen. Hier staat Trick or Treat. Ik vond hem wel helemaal geweldig. Dan had ik ook Duplo. Dit is ook zo lekker. Maar het is gewoon veel goedkoper in Duitsland als hier in Nederland. En ik had deze. En dan had ik ook nog eens deze. Dit zijn bakjes. Die kun je zo combineren. En vakjes en ditjes en datjes. Dat is altijd handig. Zodat het... dat je het zeg maar kan combineren, et cetera. Fijn en handig als je een keer een dag weggaat. Oh, ik zet iets aan. Nee, gewoon niet bakker. Uit. En dan kwam ik ook nog eens deze tegen. Ik ben gek op speculaas met amandel. Vind ik gewoon lekker. Ja, en ik wou deze eens proberen, de Duitse variant. Deze waren ook een stuk goedkoper daar. En ik vind pistachenootjes gewoon lekker. En dan... Maika, Magda's Würstchen. Ja, daar ben ik mee opgegroeid. Dat is lekker om zo nu en dan eens een keer te eten. Ik heb nu de mega variant meegebracht. Ik denk dat is ook wel lekker. Oh, en dan had ik ook nog deze. Dit is voor... zoiets te doen. En ik heb daar garen en alles voor. En ik wou dat een keer gaan doen. Dan heb ik... Ja, deze. Kan niet anders, hè. Dit moet. Dit hoort. Daar heb ik er twee van meegebracht. Want ja, dit komt uit Duitsland. Dit hoort bij Duitsland. En dit zijn toch wel de lekkerste. Dus dat. En deze waren ook een stuk goedkoper in Duitsland dan in Nederland. En ze waren ook nog in de aanbieding. Dat was mijn shoplog. Ik heb veel gekocht. Ja. Ja. Maar ik ben er wel blij mee. En dan komen we ook aan het einde van deze vlog. Ik ga nog opruimen en van alles doen. En
ja, zorgen dat alles klaar staat voor morgen. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.